Hallo. Een vier per paar jaar terug hier, dieren gelukkig tegen een boom. Oh, mensen rechter, wat zo, ja. Ze klemmen de moe, dat is beter. Als er iemand een beer wil meepakken, dan moet een lobby in. Come on, Jimmy. Come on, Jimmy. Nog geen datum zijn. En is het afwachten of dat Solo hier naar beneden gaat komen. Is vraag stilaan om de toeschouwers zich warm te maken. Dat we de overwinnaar hier op een spontaan en warm Limburgs applaus kunnen verwelkomen. Wat is er gebeurd met Roel? Met Roel komt nu pas naar beneden. Dames en heren, een verrassing toch nog. We hebben het juist nog maar meegegeven. Met het nummer 434 is hier Milad Maurits. Hier. Roel pauze even, nog even de loef komt afsteken. Dames en heren, een gigantisch mooie wedstrijd voor de man uit Duitsland. En dan hier nog een sprintje voor de volgende plaats. Inderdaad, hier krijgen we de bevestiging Roel Pauwelsen op nummer 2. Hier geëindigd in zijn laatste GP. Hier GP Roel Pauwelsen. En dan moet ik nog even mijn ogen in de laatste ronde. Om even te vragen wat er juist gaat. Even prachtig mee. Maar groot was het. Ja, dat is een dubbelaars ertussen zetten, dat is ook in de finale. Dus we hebben kunnen horen van Roel dat een gedubbelde renner eigenlijk partij heeft gespeeld in de overwinning hier.
van Milad Maurits. Maar ja, dat is natuurlijk de laatste halve ronde. Maar dan ook veel last van de gedubbelde renners. Dus, maar ik was dan eindelijk voorbij voor die 3-4. En ik zet een van de laatste trimmetjes vol aan. En mijn ketting blokkeert en ik ga vol op het kop. En ja, dan was Milad onderweg in 10, 15 seconden weg. Dan weet je dat ik het altijd gedaan heb. Zeker in de laatste kilometer. Want er zat opnieuw 4 renners tussen. En ik kon helemaal niet meer voorbij. En, maar ik, heel de koers, ik denk dat we allebei elkaar waar waren. Ja, das war Pech für ihn. Also, es tut mir echt leid. Ja, ja. Er hat am letzten Berg einen Tank gemacht und hat 2 oder 3 Sekunden Vorsprung gehabt. Ja. Und ich bin in dem gleichen Abstand dann hinterher gefahren. Und im letzten Downhill hat er da einen Test gemacht. En dan heb ik van de Vries ook verloren. Ik had zelf eerst gezegd, noem ik deze keer echt wacht dat we als echte finale ronde. Dat is iets dat wat tegen mijn natuur is. Dus ik weet niet wat die anders moet doen. Lukt me een keer, dat is echt. Maar het spijt me, dat is ons weinig publiek, maar dat was echt een aanval, maximaal niet. Echt alles wat erin zat. Dat is echt... Het is niet door de gedubbelde dat je gevallen bent? Nee, of dat ik tijd verloor de hele tijd, was door gedubbelde. Ik doe een aanval en heel de afdaling. Ik ben zeker 10 renners voorbij moeten rijden. En die jongens kunnen ook niet in de kant, niet? Want we rijden op een single trail. Die kunnen niet weg. Dus in principe moeten ze gewoon de kiezen, 30% regel toepassen. En die rennen op zeker de laatste ronde. Geen gedubbelde renner. Wat dan? Zo kunnen we nog de finale ronde. Ja. Wat is nu de reden waarom ik gevallen ben? Nee, mijn ketting, ja. Nee, dat mijn ketting ook wel is. Mijn ketting ook weer. Normaal kan ik dat niet, maar ik kan zijn. Oké, okay, het moest eens maar proberen. Ik jij zag even dat ik niet had dat hier. Ik was zo bol. Waar zou je het niet aan zagen? Ja, maar dat kan wel zijn. Ik had het in de spijt moeten. Ja, dat is maar 50 is hem uitgeteld. Ja, het heeft gisteren geregen en vandaag. En... Oh ja. Dat je maar eens op de foto ziet, kan je zo schaffen. Ja.